Voor asielzoekers zijn op korte termijn 16.000 huurhuizen nodig. En zij zijn niet de enige woningzoekende. Alleenstaande, ouderen en veel mensen met een krappe beurs. Allemaal wachten ze op een huurhuis. Woningcorporaties, de Huurdersbond, maar ook de VNG slaan alarm. Ze hebben de handen ineen geslagen. De woningcorporaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Woonbond. Zeg maar de Vereniging van Huurders. Gedrieën luiden ze de noodklok. Ja, ik erg me kapot, want het is gewoon kortzichtig en onverstandig beleid. We zien dat de druk op de woningmarkt hartstikke toeneemt. Steeds meer mensen die afhankelijk worden van een sociale huurwoning. We zien dat er een hele aantal sociale huurwoningen eigenlijk minder wordt. En dat kan niet. Om de afgelopen 6 jaar zijn er bijna 400.000 minder sociale huurwoningen gekomen, terwijl het beroep daarop alleen maar groter wordt. Er zijn gewoon veel te weinig sociale huurwoningen op dit moment. Het begon met de constatering dat er op korte termijn 16.000 huurwoningen nodig zijn voor vluchtelingen. Maar dat was alleen maar de aanleiding om het grotere probleem te zien. Het tekort van sociale huurwoningen bleek een maatschappijbreed probleem. Asielzoekers is het probleem niet. De hoeveelheid woningen die naar asielzoekers gaan, of statushouders is dat, mensen die status hebben, dat stijgt van 6% naar 12%. Dat is het echte probleem niet. Het echte probleem is dat er meer mensen zijn met een laag inkomen. De mensen worden ouder, ze leven langer. Ze leven vaker alleen, omdat ze vaker gescheiden zijn. Ja, en het beleid dat we de bejaardentehuizen slopen, daar kunnen ze niet meer heen. Dus ze moeten langer in hun eigen huis wonen. Nou, die factoren samen, dat zorgt ervoor dat de vraag naar goedkope sociale woningen toeneemt. De cijfers. 16.000 vluchtelingen met een verblijfstatus wachten op een woning. Zolang zij die nog niet toegewezen krijgen, zitten ze in een AZC. Er zijn dus tientallen AZC's vol met mensen die er eigenlijk niet meer thuis horen. Sowieso groeit het aantal mensen dat aanspraak maakt op de sociale huursector. Dat is het gevolg van een aantal factoren. Ouderen blijven langer thuis wonen, er zijn meer mensen met een onzeker inkomen en ook GGZ-patiënten blijven langer thuis wonen. Het aantal sociale huurwoningen nam in de afgelopen 5 jaar af met 260.000. Terwijl het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een dergelijke woning juist groeit. Grote boosdoener is wat de drie partijen betreft de verhuurderheffing. Dat is een belasting die moet worden betaald door huiseigenaren die meer dan 10 woningen verhuren. Die eigenaren wentelen dat vervolgens weer af op de huurders, met alle gevolgen van dien. Als 2 maanden van jouw jaarsalaris extra naar de belasting gaan, dan moet jij je bestedingen aanpassen. Nou, zo was het bij corporaties ook. Minder bouwen, vraag neemt toe en er zijn minder woningen. Wij willen dat die gewoon afgeschaft wordt. Wij zeggen die verhuurdersheffing, die is in een tijd waarin iedereen een financiële bijdrage moest leveren. Toen was hij er, maar eigenlijk heeft hij een heel naar effect op het investeringscapaciteit en het vermogen om huizen te bouwen. Maar ook bijvoorbeeld de woningen te verduurzamen. Wij vinden dat die afgeschaft moet worden. Als dat dan politiek niet haalbaar is, zorgt dan in ieder geval dat die budgetten in de sector blijven en beschikbaar zijn voor die gebieden en die regio's waar corporaties moeten investeren, maar de mogelijkheden niet hebben. Gevolg is een verschraling van de woonwijken aan de onderkant. De vergelijking met de landen om ons heen ligt voor de hand. Ik vind het een hele kwalijke ontwikkeling. Wij hadden een brede sociale huursector. Dat was een voorbeeld in Europa. Maar nu, en zeker de laatste jaren met het kabinet wat er nu zit en met minister Blok als minister, zie je dat het steeds meer verschaalt. Steeds meer een minimumvoorziening wordt. Maar die minimumvoorziening is ook al niet groot genoeg om al die mensen die er een beroep op moeten doen, om die te huisvesten. Dat verpaupering uiteindelijk ook tot maatschappelijke onrust zal leiden, lijkt een onontkoombaar gevolg, aldus de betrokkenen. Maar de minister wil niet naar hen luisteren, zeggen ze. De minister weet dat wel, maar het past niet bij zijn ideologie, heb ik soms wel het idee. Want hij vindt dat de sociale huursector gewoon te groot is. Omdat die groter is dan in andere landen in Europa. Maar ik kan u ook vertellen dat in die andere landen in Europa de problemen ook veel groter zijn. En dat vergeet hij wel eens. Nou, dat leidt ertoe, in een moeilijk woord, dat het segregeert. Dus arme mensen bij arme mensen wonen en rijke mensen bij rijke mensen. En onze wijken in Nederland, die blinken juist uit door gemengdheid. Daarom hebben wij ook veel minder sodemieter in die wijken dan bijvoorbeeld in Brussel of in Luik of in Manchester. Mensen moeten een onderdak hebben. Mensen steken zich steeds dieper in de schulden, komen in betalingsproblemen. Dat wil je niet. Wij krijgen een steeds krappere sociale huursector. Steeds minder menging ook van verschillende bevolkingsgroepen. En dat leidt onherroepelijk tot grotere problemen. VVD-minister Stef Blok van Wonen is het niet eens met die kritiek op de verhuurdersheffing. Volgens hem is er genoeg geld over om sociale huurhuizen te bouwen.
Hij wil graag afspreken op de plek waar woningen worden gebouwd in het oude ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo maak je een oud gebouw weer functioneel, wat de minister betreft. Stef Blok, VVD-minister van Wonen en Rijksdienst. Er is dus een aantal organisaties wat zegt, minister, alsjeblieft, wij hebben meer sociale huurwoningen nodig. Wat is uw reactie? In een heel aantal plaatsen in Nederland zijn meer sociale huurwoningen nodig, met name in de steden in het westen. Ik heb heel recent ook laten onderzoeken hoeveel investeringsruimte woningcorporaties nog hebben. Landelijk is het beeld dat ze ruimte hebben om nog meer dan 200.000 woningen bij te bouwen in Nederland. Ja, nou is er nogal gesteggel over dat bedrag, want zij zeggen weer, ja, er zitten allerlei clausules aan hoe je het berekent precies. En je kan dat geld niet uitgeven en aan nieuwbouw en aan woningverbetering en aan huurverlaging. Dus even los van dat getal, dit is een signaal van een flink deel van het maatschappelijk veld. Drie grote organisaties, gesteund door VNO-NCW en FNV. Wat wilt u dan doen met dit signaal? Er kan in Nederland gebouwd worden. Woningcorporaties hebben nog heel veel financiële ruimte. Het is ja, maar dat bestrijden zij. Zij zeggen dat geld kan je maar één keer uitgeven. En als je het wil uitgeven aan woningverbetering, kan je het niet meer uitgeven aan nieuwe woningen. Het is nog niet zo lang geleden dat woningcorporaties zo ongelooflijk veel geld hadden dat ze het uitgaven aan een cruiseschip, aan mislukte financiële avonturen, aan enorme topsalarissen. Dat was ook de reden dat vanuit de politiek hebben gezegd dat geld kunnen maatschappelijk echt beter besteden. Dan is er ook nog ruimte om de bestaande voorraad te isoleren, te verbeteren. Dus echt, klagen heeft geen zin meer, zonde van de tijd, gewoon gaan bouwen. De VNG, de Woonbond en Edis die leggen zich niet neer bij de reactie van de minister. Ze komen in oktober met nieuwe cijfers bij hun pleidooi.